HVC. Windmolen Kralingse Veer. U kent HVC waarschijnlijk wel. Wij verzamelen uw afval. Zoveel mogelijk gescheiden. Want daar maken we weer nieuwe producten van. Maar dat is niet het enige. Wij geven ook advies over duurzame energie. En realiseren projecten. Op deze manier helpen wij onze aandeelhouders, gemeenten en waterschappen met het behalen van hun klimaatdoelstellingen. HVC ontwikkelt zonne- en windenergieprojecten op meerdere locaties. Windmolen Kralingse Veer is zo'n project. Van de energie die de windmolen opwekt, profiteren jaarlijks 2600 huishoudens. Maar hoe wordt zo'n windmolen eigenlijk opgebouwd? Allereerst gaan de palen met een flinke heistelling de grond in, waarna het fundament wordt gemaakt. Vervolgens worden de onderdelen van de windmolen aangevoerd. Dat gebeurt meestal 's nachts via een speciaal transport, omdat het om zeer grote elementen gaat. Daarna vindt de opbouw van de toren plaats en worden de bladen erop gezet. Na een testperiode begint het echte werk. De windmolen zet de wieken zelf in de ideale stand voor de wind. Een generator zet de wind om in elektriciteit. Wilt u ook onze duurzaam opgewekte energie afnemen? Dat kan via kringloopenergie.nl. HVC Lokale Energie brengt duurzame energie dichterbij.